En wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Carlijn Tukkers, mocht je me niet kennen. En ik maak video's over bloemschikken, maar ook shoplogs en een kijkje in mijn leven als bloemist in mijn bloemenwinkel. Dus ben je nieuw, leuk dat je kijkt en ben je nog niet geabonneerd, abonneer even gratis op dit kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's. En heb je er zin in, doe alvast even een duimpje omhoog. En dan gaan we gauw beginnen aan deze eerste kerstvideo. Ja, je hoort het goed, kerstvideo. Het is nog een beetje aan de vroege kant, ik weet het. Maar ik was deze week al bezig met de spulletjes uitpakken. En ik was zo gelukkig, mensen. Ik werd er zo blij van. Dat ik dacht, dit wil ik gewoon met jullie delen. En ja, ik kan me voorstellen dat je het misschien nog een beetje aan de vroege kant vindt. Maar je kan het natuurlijk niet vroeg genoeg in huis hebben. Dus ik deel gewoon vandaag allerlei leuke dingetjes op met jullie die ik nieuw heb binnengekregen. En die de komende tijd online komen. En naar aanleiding van deze video zal ik alles wat ik vandaag laat zien ook online zetten. Dus dan kun je het alvast shoppen via www.uonlinebloemist.nl. En dan vind je het onder kopje kerst. Dus ja, superleuk. Laten we gewoon gauw beginnen. En ik zet er gewoon eventjes een leuk kerstmuziekje onder om eventjes in de sfeer te komen. En ja, ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden als mij. En voordat ik al deze mooie producten met jullie ga delen, ga ik er gelijk even een leuke winactie in doen. Jij kan een product naar keuze van vanavond in wat ik allemaal in deze shoplog laat zien winnen. En wat moet je daarvoor doen? Laat hieronder even in de reactie weten wat jij het leukste vond van deze shoplog. En met 2 weken wordt de winnaar bekendgemaakt. En wie weet win je dan wel één van deze leuke producten. En dan ga ik jullie het nu gauw allemaal laten zien. Ik begin gewoon en ik laat gewoon van alles zien. Ik zal de prijzen ook eventjes hier in de video zetten. Zoals jullie van mij gewend zijn, zijn het allemaal leuke, kleine en betaalbare prijsjes. Omdat ik het ook gewoon heel belangrijk vind dat het voor iedereen goed te doen is. Ja, ik hou daar zelf ook van. Dus dat geldt ook voor deze leuke artikelen. Allereerst deze leuke industriële kerstbel. Echt heel erg gaaf. Je kunt er ook echt mee bellen. Hier is het natuurlijk ook super leuk om straks een mooie kersttoef op te maken. Of gewoon leuk buiten te hangen. Of om neer te zetten. Je kan er alle kanten mee op. Deze pakte mijn dochter uit. En die zei, deze wil ik op mijn kamer. En dat begrijp ik, want ik zag hem in de webshop. Ik vind alles wat glitters gewoon leuk. Ik hou van glitters. Ik vind glitters fantastisch. Ik heb hier glitters. Ik hou van glitters in mijn kleding. Ik hou van glitters in mijn huis. En daarom ben ik extra gek op kerst. En daarom vind ik dit ook zo leuk. Hier zit heel subtiel glitter op. En dat vind ik juist ook heel erg mooi. Ik hoop dat jullie dat een beetje kunnen zien op de camera. Die dat goed kan scherp stellen. Maar hier bovenop zit heel subtiel een klein beetje sneeuwglitter. Maar hoe schattig is dit? En die kleurtjes. En dan met zo'n sjaaltje om. En ja, leuk om op de kast te zetten. Of ja, misschien wel aan kinderen te geven. Maar ook gewoon zelf. Ik zou het zelf gewoon echt in huis. Ik vind het echt super leuk. Ik was er gewoon verliefd op toen ik hem zag. Fout, maar wel leuk. Ik heb wel meerdere foute dingen. Maar ook heel veel, ja, een beetje apartere dingen. Dan voor de donkere dagen. Kerstverlichting. En dat vind ik ook echt super leuk. Deze kan je binnen. Even kijken. Voor binnen. 65 lampjes, hij is 90x30, is een LED verlichting op batterij. Er zit een AAA batterijtjes in. Nou denk ik niet dat die er op dit moment bij zit in. Maar ik kan misschien eventjes kijken of ik die erin kan doen. Maar in ieder geval, het is een mooie slinger. Ik ga hem voor jullie even goed laten zien. Ik zal hem even goed uit elkaar halen. Met vormpjes en volgens mij heb ik deze in 2 soorten. Nu heb ik hier toevallig 1 soort en volgens mij heb ik ook nog eentje met al die sneeuwvlokken of sterren. Ik weet het niet, maar ik zal het wel in de webshop zetten, dan kun je het wel zien. En dit lijkt natuurlijk super leuk voor het raam en dat je dan zo van buiten naar binnen kijkt. Het is een sneeuwvlok, een kerstboompje en een ster. Ik ga eventjes kijken of ik nog batterijtjes hiervoor heb. Want het is natuurlijk wel super leuk om eventjes aan te laten zien. Dan kun je ook zien of het licht mooi is. Ik hou echt van warm LED, van warme verlichting. En dat is dit ook. Nou, dat is natuurlijk altijd zo dat als je nodig bent met batterijen en dat soort dingen. Dat ze net op zijn of net dat maatje dat je zoekt. Dus ik zal eventjes een beeld hier inzetten. Dat je kunt zien hoe leuk het lijkt met lampjes aan. Maar ik heb op dit moment gewoon niet de juiste batterijen. Normaal altijd 100 en altijd genoeg op voorraad. Maar goed. Misschien wel herkenbaar. Ik laat het even weten. Of het hier herkenbaar is. Dit is ook een hele leuke. Het zit nog in plastic. Het zijn takken. Heel leuk om bijvoorbeeld bij een bloempot in te zetten. Of een leuke plant. Of
gewoon zo op een vaas. Heel vaak heb je nu van hele mooie vaas waar je droogbloemen in kan zetten bijvoorbeeld. Maar waar geen water in kan, is dit ook leuk. En er zitten ook lampjes in. En ik hoop dat jullie dat nu in het licht kunnen zien. Er zit ook een batterij. Dus de lampjes of de batterij kun je elke keer eventjes nieuwe in doen. Zodat je constant het hele winterperiode nieuw in kan doen. Dan deze leuke fotohuisje. Dan deze leuke fotolijstjes. Hè? Vogelhuisjes, fotolijstjes. heel erg leuk. Ook met lampjes. En dit vind ik echt leuk op een kamer, op een kast. Staat nu op de Most Wonderful Time of the Year. Maar je kan er natuurlijk ook een foto in doen wat je zelf leuk vindt. En is op batterijen, dus kan je een lampje aandoen. Maar hij is nu gezield, dus hij kan hem nu niet aandoen. Dit boompje. En velvet zie je dit jaar heel veel terugkomen. Is helemaal hot. En daarom vind ik dit boompje ook zo leuk. Een beetje in een grijs tint, dus past in elk interieur. En ik weet dat deze heel leuk geprijsd zijn. Sowieso alles, maar ik weet dat deze sowieso heel leuk geprijsd is. Met het natuurlijke van het hout eronder met dat velvet vind ik heel leuk. Op de kast voor het raam. Ook leuk met een kaarsje ervoor of om te combineren. Bijvoorbeeld met hout te combineren, die laat ik zo nog even zien. Of om bijvoorbeeld een beeldje onder te zetten is ook heel leuk. Lekker vouw, maar wel leuk. Of zo met het hertje. Hoe leuk is dat zo bij elkaar? Dus echt heel erg leuk. Dan deze was vorig jaar echt een toppetje. En ik heb ze nog weer bij kunnen krijgen. Ze waren de adventskaarsjes. Ik heb ze weer in het goud en in het zilver kunnen krijgen. Heel erg leuk. En ik weet dat deze ook heel leuk geprijsd zijn. En in dat hout, want het hout zie je weer heel veel terug dit jaar. En maar dan wel met een subtiel glittertje. Heb ik ook deze mooie sterren. Ook heel erg leuk. En deze heeft aan de zijkant ja, een beetje een zilver glittertje. Maar doordat je het echt met het hout combineert, is het heel subtiel. En die heb ik ook in een boom. Met een beetje dat goud. Ook heel erg leuk. Super, ook leuk om bij elkaar te zetten, om te combineren. En waar ik zelf heel gek op ben om te verwerken in bloemstukken, maar ook gewoon om op te hangen, neer te leggen, is het stoeren van de geweien. En ik vind dat dit eigenlijk het hele jaar door kan, maar met kerst is het natuurlijk extra leuk. Kijk, zoals deze. Deze kan je hangen, maar ook leuk om neer te leggen of op een dienblad neer te leggen. Maar ook deze leuke geweien. Ik vind geweien echt super leuk. Ik heb ze ook toevallig in kerstballen in heel veel soorten met glitters. Maar ook gewoon subtiel. Maar goed, kerstballen ga ik later nog laten zien aan jullie. Maar echt heel erg leuk. En ook gewoon, ja, ik vind het leuk op een dienblad of op een tafel te leggen. En op alle kanten mee op. Ik ben wel benieuwd. Hou jij van het natuurlijke met kerst of hou jij van fout? Ik kan allebei echt heel erg leuk vinden. Ik hou gewoon van natuurlijke bloemstukken en dat soort dingen. Maar ik vind het ook leuk om bijvoorbeeld te combineren met dit stoere. Maar ik vind, ja, kerst mag wel een beetje fout zijn, toch? Dan deze prachtige bol. En hij glittert zo mooi. En het leuke is, hier zit subtiel een lampje in. Echt heel erg mooi. Wat ik straks even ga doen, is even helemaal het licht uitdoen. En dan kunnen jullie zien hoe leuk de verlichting het allemaal doet. Behalve dan de ene met de AA-batterijen, want ja, die zijn er niet. En dan heb ik nog een product met lampjes. En dit is echt de trend van dit jaar. Ik heb er heel wat kunnen krijgen, maar ik denk ook dat ze heel snel zullen gaan in de webshop. Het natuurlijke van de grassen en dan in combinatie met leuke lampjes. Echt super leuk om dit op een vaas te zetten bijvoorbeeld. Hoe gaaf is dat? En je kan hem helemaal buigen, want er zit ijzerdraad in. Dus je kan hem één kant op laten gaan. Maar je kan ook recht als je hem tegen de muur, je kan hem ophangen tegen de muur. Is ook heel erg leuk. En vooral die combinatie met die lampjes. Zoals die takken met lampjes en dit soort lampjes komt helemaal weer in. Dan gaan we eventjes weer naar het foute waar ik dus ook echt wel van hou. Dit vind ik echt super leuk. Kijk, dit leuke popje met ja, jurkjes met een beetje glitter. Er zitten weer pailletjes op. En de vleugeltjes zijn ook met glitter. Echt zo'n engelpopje. Maar dit is ook echt heel mooi afgewerkt. Want kijk, ook de mouwtjes zijn met een streepje. Een hele mooie punt met het zachte. En ja, zoals die haartjes. Hij is echt heel leuk. Echt leuk afgewerkt. Hier komt ook dat streepje weer terug.
En met van die leuke hoge poortjes. Heel leuk om bijvoorbeeld onder een kerstboom te zetten. En ja, kinderen zijn hier natuurlijk altijd gek op. Ik denk dat zoiets ook wel bij mij in huis komt nu ik twee kleine peutertjes heb. Dan heb ik nog weer iets fouts, maar wel weer echt super leuk. En ook wel weer leuk voor kinderen, maar soms voel ik me dan ook een klein kind, want ik ben gek op schutbollen, hè. Ik heb hier ook van die leuke schutbollen. Deze is met sneeuw. En die heb ik in twee varianten. En dit is met een jongetje en ik heb dan ook met een meisje. En dit is dan het jongetje. Ik hoop dat je dat die goed kan scherpstellen. Volgens mij wel. En dit is ook wel leuk, want hier zit ook weer een lampje in. Hoe gezellig. Dit is toch leuk, jongens. Geweldig. Ja, ik hou ervan. Wel lekker fout. En ik heb hem ook in een maatje groter. Alleen hier zit geen lampje in. Die heb ik ook in twee varianten. Minstens twee varianten. En dit is met spelende kindjes. Een popje en een sneeuwpop staat erin. Echt heel leuk. Met een kerstboompje. Heel leuk. En dan heb ik deze. En dit is met engeltjes. Ook heel erg leuk. Even kijken of hij hem goed kan scherpstellen. Super gaaf. Dan heb ik in een glitterkerstboompje die ik wel heel luxe vind door het beton aan de onderkant. En het ja een beetje industrieel. Dus als je industrieel in huis hebt, past dit heel leuk. Deze kerstboompjes met ook wat glitter. Het is echt, ja, echt super gaaf. En leuk om ook bijvoorbeeld onder een stolp neer te zetten of gewoon op de kast. Ik wil er ook nog wat gaan verwerken in een DIY pakket. Mochten er nog genoeg op voorraad zijn. Dus dat is natuurlijk ook heel erg leuk. En dan heb ik ook deze flesjes waar je gewoon een leuk bloemetje in kan doen. En die heb ik in twee kleuren. Ik dacht in het roze en dan in het grijzig. En hier staat dan Merry Christmas op. Met een beetje glitter. Heel leuk. Ook mooi afgewerkt met het touwtje. Dat een beetje leerachtig. Dus echt heel mooi afgewerkt. Ook dit glas is heel mooi. Dan heb ik nog een mooi fout popje. Heel leuk sneeuwpopje. Ik vind het geweldig. Ik hou ervan. Een beetje glitter op de muts. Genoeg glitter in ieder geval. En dan deze prachtige ballen die ik kan ophangen. Ja, dit valt echt wel onder de luxe variant. Echt geweldig. Het is dus echt vandaag gewoon een combinatie tussen luxe en fout en echt kerst. Maar echt leuk allemaal. Ik vind het allemaal leuk. En deze kan je ophangen, maar ook heel mooi op een schaal neerleggen, jongens. Kijk dan, hoe prachtig. En die kleuren, het is ja, een beetje grijs-blauw, maar met een gouden ondertoon, waardoor hij ook weer goed bij groen past. Eigenlijk gewoon elk interieur past hier mooi. Is toch geweldig. En die heb ik in het groot en in het wat kleine. Je ziet namelijk dit jaar heel veel de neutrale kleuren terugkomen. Ook wel weer goud en roze zie je veel. Maar ook gewoon ja, het witte. Zwart-wit zie je ook heel veel. Is echt een trend dit jaar. En deze heeft nog weer meer een bruin-rode ondertoon. Ook heel gaaf. En dan is het mooi om die samen op een schaal te leggen. Of op een mooi dienblad. Is toch geweldig, jongens. Kijk dan. Echt super mooi. Dan heb ik nog weer een mooie kersthanger. Dit is eigenlijk een beetje een kerstbal. En kerstballen ga ik echt nog veel laten zien hoor. Want ik heb zoveel soorten kerstballen. Laat vooral weten wat je graag zou willen zien. Maar deze wil ik ook even met jullie showen. Want er zit een heel mooi geschenkdoosje. Dus natuurlijk ook super leuk om cadeau te geven. En jongens, kijk dan die vleugeltjes. Ik moet ze gewoon eventjes uit de verpakking halen om goed te kunnen laten zien. Dit is toch prachtig. Het is glas. Maar en aan die onderkant zit ook weer dat sneeuwglitter. En ik weet dat dit soort ballen normaal echt heel duur zijn. Maar deze zijn allemaal echt heel leuk geprijsd. Dus daar word je natuurlijk helemaal blij van. Ja, en hij is echt prachtig. Een prachtig engeltje. Super mooi. En leuk om onder de kerstboom bijvoorbeeld te zetten. Of als je zo'n klein boompje bij de deur hebt. Of gewoon op de kast.
is dit nep cadeautje. Dit vind ik ook wel leuk nog voor met Sinterklaas. Maar zit er wel een beetje kerstgroen op. Maar dan is het ook natuurlijk leuk om te gebruiken. Of als fop cadeautje. Om iets anders te doen. Kan er natuurlijk andere kanten mee op. En ik weet dat deze ook weer echt... Ja, het zijn gewoon allemaal leuke prijsjes. Ik blijf het zeggen. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk dat het voor iedereen betaalbaar is. Ook om het kerst het huis leuk aan te kleden. En dat het voor iedereen gewoon goed te doen is. Dus daar heb ik goed op gelet. En daar word ik er gewoon nog heel blij van. Ik ga nog even de lamp uitdoen om jullie alle leuke lampjes te laten zien. Behalve de ene slinger, die komt later in beeld. Jongens, dit is toch gezellig. En deze vind ik ook echt prachtig, maar deze takken zijn ook echt heel mooi. En dan de schutbollen, die zijn al lekker fel. Even kijken waar die andere is. Ik heb hier gelijk bij aan. En dit mooie item, super mooi met die glittertjes, geweldig toch? Dit wil je toch gewoon met kerst? En dan hoop ik dat jullie net zo blij zijn geworden als ik van al deze leuke kerstproducten. Het kan bij mij niet vroeg genoeg beginnen en ik ben blij dat ik er al mee aan de slag kon gaan. En vond je het leuk, doe even een duimpje omhoog. En wil je meedoen aan de weekendactie, laat dan vooral weten wat jij het leukste item vond. En laat het hieronder in de reactie weten. En wie weet, win je dan dat product? Dat zou natuurlijk super leuk zijn alvast voor de feestdagen. Goed, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Abonneer gratis op dit kanaal. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!